Want klimaatverandering speelt natuurlijk niet alleen hier in Nederland, maar dat speelt ook in het meest dichtstbevolkte land ter wereld. En ook zij moeten op de een of andere manier maatregelen nemen om de uitstoot van CO2, Lina, te verminderen. En om daar iets van te kunnen zeggen, wilde ik met jullie kijken. Ik moet even deze tafel wat omlaag zetten, want zo ziet niks zo. Welke klimaten er nou eigenlijk zijn in India? Want sommige gebieden zijn veel vatbaarder voor klimaatverandering dan andere. Daarnaast, hoe wekken ze nou eigenlijk energie op in India? Want doen ze dat nog met het verbranden van hout? Of hebben ze zonnepanelen? Op wat voor manier doen ze dat nou? En daarna de gevolgen, smog en de uitstoot van broeikasgassen. Hoe willen ze die nou, dames? Hoe willen ze die verminderen? Eerst maar eens kijken naar klimaten. Dit is een kaartje dat precies aangeeft waar welk klimaat in India ligt. En zoals je ziet, dat zijn er nogal een paar. Ze kennen woestijnklimaten, steppenklimaten, hooggebergteklimaten, gematigde klimaten, tropische en moessonklimaten. Dan denk je misschien van, wow, en dat moet ik onthouden? Ja, dat is handig om te weten. Maar hoe herken je zo'n klimaat nou? Nou, een woestijnklimaat onthouden, dat is natuurlijk gemakkelijk. Zie je een afbeelding van een woestijngebied waar helemaal geen begroeiing is, dus waar geen bomen, struiken, niets voorkomen, dan kun je ervan uitgaan dat het een woestijnklimaat is. En waar zie je dat nou in India? Met name hier in het westen. Dus deze provincie, die is het meest droog van allemaal. Daar valt praktisch geen neerslag. Maar er zijn ook gebieden waar er toch nog een klein beetje begroeiing is. En dat noem je de steppen. Dus heb je wel eens beelden gezien van zo'n steppen in bijvoorbeeld in Afrika ergens, hè, waar dan wilde dieren en zo rondlopen. Nou, die gebieden, die heb je op veel meer plaatsen in India. Bijvoorbeeld wel grenzend aan die provincie, maar ook in Andhra Pradesh, in het zuiden van India. En het bijzondere van dat gebied is dat het vrij hoog gelegen is. Je hebt een bergrug en precies daarachter ligt die, ja, woestijn zou je kunnen zeggen, dat hele droge gebied. En hoe komt dat nou? Nou, de overheersende windrichting in India komt, in ieder geval in de zomermaanden, uit het zuidwesten. En als hier bergen liggen, dan houden die bergen natuurlijk die neerslag tegen, die van zee komt. Nou, hoe minder neerslag, hoe droger het is. Dus eigenlijk ligt dit gebied gewoon in de regenschaduw van een gebergte. Dan de hooggebergteklimaat. Het hooggebergteklimaat hoort bij de koude klimaten. Dat wil zeggen de poolklimaten. Want het kan zo zijn dat hoog in de bergen de temperatuur het hele jaar door onder nul is. Bijvoorbeeld de Mount Everest, die natuurlijk hier in het noorden van India gelegen is. Hooggebergteklimaten kennen we dus alleen op plaatsen waar bergen zijn. En ik heb hem er even los bij gezet, omdat dit het klimaat is dat wij tegenkomen in het noorden van India. Voor de rest hebben we geen poolklimaat en ook geen tundraklimaat. Tundraklimaat is wanneer er in de zomermaanden wel een klein beetje temperatuur boven nul uitkomt. Die hebben we niet. Dus voor India is het belangrijk, als je iets met een koud klimaat zou moeten doen, hey, we hebben daar een enorm gebergte liggen en daar is het zo koud dat het net zo koud is op de Noord- en Zuidpool in sommige gevallen. Dan het gematigd klimaat. Een gematigd klimaat, dat hebben wij in Nederland ook. Dat wil zeggen dat er een grote kans is op neerslag en de verschillen in temperatuur tussen zomer en winter niet zo heel erg groot zijn. Nou, waar vind je dat nu in een groot gedeelte van India? Met name hier zo, in het noorden van het land. En dit gebied heeft wel veel meer neerslag dan dat wij in Nederland krijgen. Maar het is relatief gematigd en dat wil zeggen dat er bepaalde periodes zijn, en dat is met name zo tussen juli en september, dat er heel veel neerslag valt. En juist in een andere periode is het heel erg droog. En als je dan een klimaatletter zou moeten geven, ik heb hier opgeschreven CF-klimaat, dat wil zeggen het hele jaar door neerslag. Maar voor India geldt eigenlijk dat we hier te maken hebben met wat je noemt het CS-klimaat. Dan is er
eigenlijk een droge periode in de zomer. Maar veel belangrijker voor India is het tropisch klimaat. Eigenlijk, met name hoe zuidelijker je komt, ligt India vlakbij de evenaar. En de tropen, zoals jullie weten, liggen rond de evenaar. En als je aan de tropen denkt, waar denk je dan aan als je denkt aan klimaat? Warm, vochtig, nog meer? Groen. Precies, dat zijn dingen die daar heel bij passen. Hoe meer planten je hebt, hoe meer verdamping je krijgt. En het gevolg daarvan is dat je weer opnieuw neerslag krijgt, meer buien. Plus het feit dat we ook nog eens te maken hebben met enorm veel water rondom India. Kijk even naar deze kaart. Rondom India heb je de Indische Oceaan. En zoals ik al eerder zei, heb je te maken met een enorme stroming van water, met name dus tussen de stemmen, die komt van over de Indische Oceaan. Dus heel veel vochtige lucht komt daaraan en die botst tegen de Himalaya aan. Wat zou er dan gaan gebeuren als vocht botst tegen een gebergte? Dan krijg je regen. En dat is nu, dus noemen we de moesson. En die moesson... Wat botst tegen een gebergte? Vochtige lucht. En die moesson die zorgen voor extreem veel neerslag. Er ligt hier een plaats in de Himalaya, genaamd Cherrapunji. En daar valt 13 meter aan regen per jaar. Vergelijk het even met Nederland. Hier valt 800 mm gemiddeld per jaar. Dus daar nat. En daar hoort bij het moessonklimaat. Nou, wat is dan een moessonklimaat? Ik heb er even een plaatje bij gezet. Wanneer spreek je nou van een moessonklimaat? Je ziet hier alle A-klimaten, alle tropische klimaten bij elkaar staan. AW-klimaat, dat is het moessonklimaat, maar dan van tropisch klimaat met de winterdroogte. Het AF-klimaat, waarbij het een hele jaar door kan, zoals op neerslag. En het moessonklimaat. We kijken eerst naar de gemiddelde neerslagsom van de droogste maand. Dus als je een klimaatgrafiekje zou tekenen, valt er in de droogste maand sowieso meer dan 60 mm regen. Is altijd een AF-klimaat. Altijd. Hoef je niet meer te twijfelen. Maar is dat niet het geval? Zit hij tussen de 0 en 60 in de droogste maand, moeten we ook kijken naar de jaarlijkse hoeveelheid regen. Valt er, zoals in Cherrapunji, meer dan 2500 mm regen per jaar, dan is het sowieso moessonklimaat. Maar alles wat daartussenin zit, hangt af van de hoeveelheid van de droogste maand en de totaal jaarlijkse hoeveelheid. Want valt er 60 mm neerslag in die droogste maand? Dan ga je vervolgens kijken, dan kom je hieruit op een grenswaarde van 1000 mm per jaar. Maar die grenswaarde is 2500 bij 0 in de droogste maand. Dus je moet goed kijken wat het verschil is. Nou, waarom laat ik je dit nou zien? Omdat het dus niet zo makkelijk is om te bepalen of er een moessonklimaat is of niet. En sommige gebieden hebben dus extreem veel regen. Maar de tip die ik je wil geven, stel dat je een bron krijgt waarin staat, in deze plaats valt per jaar meer dan 3000 mm aan water, dan weet je, dat komt door de moesson. Dat is de makkelijkste manier om dat te onthouden. Nou, dat zijn de klimaten in India, maar dan zijn we er nog niet. Gebergten hebben enorm veel invloed op de plaats waar neerslag valt. En ik heb deze kaart expres naast elkaar gezet, want dit is een hoogtekaart, een reliefkaart. En je kunt heel mooi zien dat die Himalaya aan de noordzijde van India ligt. En dat is een enorme blokkade voor vochtige lucht. Stel dat de wind uit het noorden komt, wordt dat tegengehouden door de Himalaya. Stel dat er vochtige lucht komt uit het zuidwesten, botst dat tegen de Himalaya, maar is het daarachter droog. Dus klimaat hangt af van verschillende factoren. De klimaatfactoren. En één daarvan zijn die gebergtes. En we hadden het over die woestijn. Je ziet het gebergte al liggen. Nou, dan energie in India.
Op dit moment gebruikt India nog steeds als merendeel steenkool. En steenkool is natuurlijk een van de meest vervuilende fossiele brandstoffen die we hebben. Er komt ontzettend veel CO2 bij vrij. En omdat India economisch gezien zo ontzettend snel gegroeid is de afgelopen 30 jaar, is er steeds meer vraag naar energie. Die high-tech energie heeft elektriciteit nodig en die elektriciteit wordt opgewekt uit steenkool. Nou, hoe werkt dat nou? Ik heb een plaatje daar even bij gezocht. En het klinkt ingewikkeld, maar wat er eigenlijk gebeurd is, men stopt steenkool in een grote verbrandingsoven. Ze verbranden die steenkool, maar boven die steenkool hangt een enorm vat met water. Nou, als je water verhit, gaat het koken, daar komt stoom vrij. En die stoom, die drijft een enorme generator aan. En die generator, die wekt elektriciteit op. Nou, die elektriciteit, die wordt dan weer gebruikt. En vervolgens wordt het verdampte water weer opgevangen en voor een deel hergebruikt. Het probleem is wel dat er ook grote koeltorens staan. Dus heel veel van die damp, die gaat de atmosfeer in. En men vergeet wel eens dat waterdamp ook een broeikasgas is. Dus aan de ene kant komen er broeikasgassen vrij door de verbranding van die steenkool. Maar aan de andere kant ook nog eens broeikasgas uit al die waterdamp in de atmosfeer. Gelukkig zien zij ook in India in dat dat niet allemaal zo heel erg geweldig goed is. Dus werken ze daar ook aan grote zonnevelden met zonnepanelen. En ze hebben onlangs een heel grote centrale zeg maar opgestart. En daar kijken we zo meteen naar. Ja. Voor kerncentrales heb je best wel heel veel kennis nodig en die ontbreekt. Het heeft alles te maken met veiligheid en opleiding en dergelijke. Dus dat zover zou het zijn. Dat is natuurlijk relatief schoon. De vraag is, ik weet niet of er uranium in de grond zit, bijvoorbeeld in India. Ja, kan, maar uraniumtransport is natuurlijk ook niet echt veilig. Nog even de gevolgen van het gebruik van steenkool op een rijtje. Allereerst, de uitstoot van vervuilende gassen zoals zwaveldioxide. Vervolgens wordt zure regen. Zure regen zorgt er weer voor dat bossen afsterven. Steenkool zorgt voor broeikasgassen. Wat zit er nou in steenkool als dat verbrandt? Koolstofdioxide, methaangas, lachgas en waterdamp. Allemaal broeikasgassen, waarbij natuurlijk methaangas het zwaarste broeikasgas is daar. Dat zorgt voor 4 keer zoveel, uit mijn hoofd, opwarming van de aarde dan CO2. Plus het feit dat steenkool natuurlijk niet hernieuwbaar is. Dus rond 2080 is het op. Wat dan? Ja, dan ga je die bomen verbranden. Hè? Ik denk dat je daar zo doorheen bent. Een ander groot nadeel van al die gassen is smog. We kijken hier naar een grote stad en je ziet dat er een soort band met allerlei damp hangt. Dat zijn broeikasgassen. En smog ontstaat er dat er sprake is van wat je noemt inversie. Wat is nou inversie? Normaal gesproken is het zo dat hoe hoger je in de atmosfeer komt, hoe kouder het wordt. Maar bij inversie is die onderste luchtlaag kouder dan de bovenste. Waardoor dus die smoklagen, die dampen, de atmosfeer niet in kunnen en blijven hangen. Gevolg, een enorm dik pakket aan smerige lucht die uiterst ongezond is voor je gezondheid. Wat doen ze daaraan? In India niet zoveel, in China wel. Daar hebben ze bijvoorbeeld besloten dat bepaalde auto's met bepaalde kentekens op even dagen mogen rijden en op oneven dagen de andere. Om er maar voor te zorgen dat er niet zoveel uitstoot is. Ja. Nou, toch doen ze er wel wat aan in India, uitstoot verminderen. Ze hebben klimaatdoelen gesteld en in 2030 moet 40% van de energie
klimaatneutraal worden opgewekt. Dat wil zeggen dus niet uit fossiele bronnen. En dat hebben ze gedaan door een enorm groot zonneveld aan te leggen. In Tamil Nadu, in het zuiden van India, hebben ze een zonneveld aangelegd met 2,5 miljoen zonnepanelen. Dat zijn er nogal wat, zouden maar eens eentje stuk zijn, zien we maar te vinden. Maar er zijn ook subsidies om lokale bewoners te stimuleren die vaak helemaal geen elektriciteit hebben, zo'n zonnepaneeltje te nemen. En daardoor dus energie te kunnen opwekken en niet meer afhankelijk te zijn van de verbranding van hout. Want ook dat levert natuurlijk weer de uitstoot van broeikasgassen op. Nou, daar zijn we eigenlijk al zover. Je ziet de effecten van het klimaat en het gebruik van verschillende materialen zorgt ervoor dat ook India te maken heeft met de uitstoot van broeikasgassen. En omdat zij dingen moeten doen, ondernemen, om die effecten op klimaatverandering te verkleinen. Zijn hier nog vragen over? Alright.